Nogmaals, ik zit hier met Jan. Ja. En we hebben onze gemeenteleden ook gevraagd, Jan, om vragen op te sturen. En ja. Nou, dat is gebeurd. We hebben een heel aantal vragen gekregen waar wij dan weer een selectie uit hebben gemaakt. Want we hebben beperkt tijd om die te beantwoorden. De eerste vraag is eigenlijk gewoon een hele persoonlijke, beste voorgangers. Hoe gaat het met jullie in deze rare tijd? Ja. Nou, misschien wil jij die vraag beantwoorden. Hoe gaat het met jou? We ja. hoorden net al dat je het coronavirus onder de leden hebt gehad. Ja. Hoe gaat het verder? Ja. Ja, ik heb best een hele rare tijd achter de rug. Ik heb eerst problemen met mijn hart gehad. Daar ben ik aan geholpen. En toen knapte ik wat op. Toen brak het coronavirus brak uit. Toen heb ik waarschijnlijk corona gehad. Ik ben niet getest, maar ik heb alle verschijnselen wel gehad in een milde vorm. Maar ik ben wel behoorlijk ziek geweest. En in die periode werd Marijke ook ziek. En die is echt behoorlijk ziek geweest. 3 weken lang hoge koorts. En echt wel op het randje geweest dat ik dacht van... wellicht moet ze opgenomen worden. Uiteindelijk is ze hersteld. Ze hebben toen een test gedaan en ze heeft immuun opgebouwd. Dus heeft inderdaad corona gehad. Dus een rare tijd waarin ik in eerste instantie tot stilstand ben gebracht. En beter ben geworden en voor mijn rijk heb gezorgd. En ja, op dit moment, er zijn best heel veel leiders in het land die ook zeg maar allerlei vragen hebben. Dus ik heb best veel coachingsgesprekken. Soms via Zoom, soms gewoon telefonisch. En ook ik wandel keurig de 1,5 meter afstand houdend met leiders uit het land. En ja, om heerlijk toch te spiegelen en er voor ze te zijn. Mooi. Ja, ja, nou in ieder geval blij dat je weer bent opgeknapt. En ja. dat je hier bent vandaag. We hebben een vraag gekregen. Ja, eigenlijk over de diensten van de afgelopen tijd. En deze persoon die constateert van ja, het gaat eigenlijk heel veel over hoe gaan we om met deze crisis. Over angst en dat God nabij is. Maar zijn vraag is, wat is de geestelijke duiding van dit alles? Hij haakt in op de preek van vorige week van Pieter Jan van der Wolf over Handelingen 27 en de storm. En dat Paulus dan zegt met een woord van de Heer van ja, dit is wat er gebeurt en dit is wat er gaat gebeuren. Het schip zal vergaan, maar wij zullen het overleven. Heel duidelijk, hij zegt waar zijn de Paulussen, waar zijn de christenen van deze tijd die zeggen ik heb van God gehoord, dit is wat er in de geestelijke wereld gebeurt en dit is hoe we moeten handelen. Waar is de visie van God op dit alles? Ik vind het een hele goede vraag en tegelijkertijd ook best wel een hele lastige vraag. Overigens, als ik kijk, vooral via internet dan zijn er best mensen die duiden wat er op dit moment gebeurt. Ik zie ook dat er heel veel verschillende duidingen zijn, dus dat het niet altijd overeenkomt. En de grote vraag is natuurlijk ook of het überhaupt te duiden is, of we precies kunnen aanwijzen, dit is wat hier gaande is. Ik ben ervan overtuigd dat God wil spreken in deze tijd. Wil spreken tot ons persoonlijk. Ik geloof ook wat de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Dus dat hier ook God weer dingen uit voort kan brengen. Maar dat duiden, dat is nog eigenlijk best wel lastig. En de vraag, wat ik al zei, is of je het ook echt duiden kunt. Ik ben hier voor mezelf ook wel mee bezig geweest. Dus dit is gewoon een persoonlijk antwoord. Ik heb me dit ook afgevraagd. Van hoe moet je dit nu duiden en omgaan met alles wat er nu komt en hier ook over gebeden. En wat mijzelf heel erg heeft geholpen is dat God tot mij sprak door middel van het verhaal van Job. En eigenlijk de 3 vrienden van Job. En die 3 vrienden, Job overkomt een enorme ramp. Hij verliest praktisch alles wat hij heeft. En er zijn er 3 vrienden en die 3 vrienden doen precies dit. Die gaan duiden. Die gaan zeggen van ja, maar dat komt hierdoor of dat komt daardoor. En dit is de oorzaak of dit moet je doen. Maar uiteindelijk hadden die 3 vrienden het niet bij het rechte eind. En God oordeelt hen ook daarover. Het lag niet aan al die dingen die zij noemden. Dus je moet ook wel voorzichtig zijn met duiden. En natuurlijk als God werkelijk openbaring geeft. En zo zou ik dat ook doen. Als God tot mij spreekt. En precies zou zeggen van ja, dit is het. Dan zou ik dat ook met u delen. Uiteraard. Maar tot die tijd moeten we ook, denk ik, voorzichtig zijn met het zomaar duiden van wat hier gebeurt. Hier bindend mee omgaan. En natuurlijk kijken naar God en wat hij wil spreken ook in deze tijd. Ik weet niet of jij er nog wat aan toe wil voegen. Ja, in die vervolgvraag. Ja, die vervolgvraag is waar is de strijdende gemeente die opstaat en zich opstelt tegenover deze aanval van de duisternis. Ja, ja.
Die vraag impliceert eigenlijk dat die persoon dit ook ziet als een directe aanval van het Rijk der Duisternis. En daar ben ik voor mezelf niet zeker van. Wat is de oorzaak van het coronavirus? Is het gewoon een algemeen gevolg van de zondeval? Is het door hoe wij als mens met de planeet Aarde zijn omgegaan? Of is het echt een directe aanval van het Rijk der Duisternis? Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je daar verschillende soorten stormen die een verschillende soorten oorzaak hebben. Er is een storm waarin de discipelen terechtkomen die Jezus bestraft. Met andere woorden, hij laat hem zien, dit is een storm uit het Rijk der Duisternis. En die kan ik tot stilstand brengen door autoriteit te nemen en hem halt toe te roepen. Maar er zijn ook andere stormen. Jona komt in een storm terecht in zijn leven, puur door zijn eigen schuld. Hij is ongehoorzaam aan God en komt in een geweldige storm terecht. Hij kan maar op één manier uit die storm vandaan komen, en dat door bekering, door een stuk verootmoediging. Door zonde komt uiteindelijk die storm in het leven van Jona. En er is nog een andere storm waar Pieter Jan het vorige week over gehad heeft. Paulus die buiten zijn schuld om in een storm terechtkomt. Het is de schuld van anderen. En we kunnen nu ook zeggen, het is de schuld van de Chinezen. Die hebben dit veroorzaakt uiteindelijk. En ik denk dat Paulus ook gebeden heeft, weet je, Heer, laat deze storm overgaan. Maar uiteindelijk maakt God hem duidelijk, Paulus, je zult dwars door deze storm heen moeten. Maar één ding, je zult het overleven en de rest van de manning ook. Maar het schip gaat verloren. Maar die storm, die zal niet voortijdig tot een einde komen. Nou, die drie mogelijkheden hebben we nu ook met corona. En als je nu gaat zeggen, we moeten deze storm geestelijk bestraffen. Dat kan ik niet zeggen. Ik geloof dat we moeten bidden. Ook bidden voor individuele mensen die corona hebben. Daar kunnen we voor bidden en die ziekte mag in die individuen, kunnen we aanspreken, autoriteit overnemen. Maar om nou in zijn algemeenheid te zeggen, deze storm is een directe aanval op de mensheid door het Rijk der Duisternis. Ja, daar heb ik geen inzicht in gekregen. Ja, ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen, hoewel het misschien niet zo heel zichtbaar is, dat die strijdende kerk er wel degelijk is. Ik denk dat er nu meer gebeden wordt, misschien wel dan ooit. Ja. En ik wil je daar ook wel toe aanmoedigen en uitnodigen om dat te doen, te blijven doen. Daarin ook niet te verslappen. Inmiddels raken we misschien ook wel een beetje gewend aan de situatie zoals die is. Maar ik denk dat we daarvoor moeten waken en alert moeten blijven. En moeten blijven bidden, zoeken bij God. We hebben zelf ook iedere vrijdag op zaterdag een 24/7 gebed. Daar kun je ook voor inschrijven, voor een uur om te nemen, om te bidden, zodat we ook met elkaar als gemeente daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus ik wil je daartoe aanmoedigen en uitnodigen ook om dat te doen. We hebben nog best wel veel meer vragen gekregen, maar de tijd ontbreekt om dat allemaal te beantwoorden. We gaan door met de Heer onze God te aanbidden en Hem te prijzen. En ons oog op Hem te richten en ons hart op Hem te richten. Dus we gaan dat met elkaar doen. Dus ik geef het weer aan Vivian.